fabeltjes land. En lees ons dan voor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. Pieter Pat, lieve kijkbuiskinderen, heeft ondanks de strenge keuringsmaatregelen van de gezondheidscommissie, en daar houdt hij zich stipt aan, zo schrijft de Fabeltjeskrant, besloten toch terug te komen naar ons grote dierenbos om het plan van de patatfrietinstelling doorgang te doen vinden. Jawel, en ik moet zeggen, kinderen, het is een goede beslissing. Piet Smikkelpaleis loopt als een tram. Isadora en Piet kunnen het 's avonds nauwelijks bijsloffen. En nog wat pieperend zout graag. Soesoef, en wat zandballetjes. Dat heet geen zandballetjes. Het zijn nog geen balletjes. Het zijn gewoon platgetrapte rode pepers. Piet, pieperend geest van zout voor juffrouw Ooievaar. En de heetste zandbal voor Soef de Haas. Joerlee heetie. Het eten is thans lekker. Maar dat mens van paradijsvogel vind ik afschuwelijk. Het lijkt wel of ze ons weg wil hebben. Nou, dat klopt dan wel. Want jullie zitten hier nou al een uur achter één portie patat. Met allemaal babbels. Maar er zitten nog een heleboel dieren te wachten op een leeg tafeltje. Dat was ook zo, lieve kinderen. Onder meer Ed en Willem Bever. Ja, maar waarom vind je dat nou niet gezellig om eens een keer uit te gaan? Waarom moeten we nou altijd thuis eten? Je hebt wel altijd prak, altijd hetzelfde en altijd een puddinkje toe. Dit is toch bij tijd en wijle veel leuker. In de eerste plaats kun je me horen rammelen van de honger. We zitten nu al een half uur op een leeg tafeltje te wachten. Ja, je bent een gezellige broek, hoor, om mij uit eten te nemen. Dat moet ik zeggen. En dat nog wel op je verjaardag. Dag, troele. Jullie tafeltje is vrij, hoor. Juffrouw Ooievaar en haar aanhang is eindelijk verdwenen, joedelie. Ja, fijn zo. Kom op, Willem. Zeg, hoorde ik zo tussen neus en lippen door dat er iemand jarig is? Hey, zeg, je wat, je houdt je mond, hè? Nou, dat hoeft al niet meer, hoor, schatje. Hartelijk gefeliciteerd, hè? Joedelie heetie. Ja, dankjewel. Maar ik vier dit niet, begrijp je wel. Nou, dat zullen we nog wel eens even zien, hoor. Tja, lieve kinderen, hoewel Willem Bever het helemaal niet wilde, was hij even later toch het middelpunt van een vrolijk feest. Langzaam Willem leven, langzaam Willem leven, langzaam Willem leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Toen Ed en Willem laat in de avond terugkeerden in de tram, was Willem Bever toch wel content. Ik bedoel, een beetje blij. Ja, het was toch wel gezellig, hè? Ja, de pasteertjes waren ook wel goed gebakken en zo. Ja, dat zei ik toch van tevoren. En toen ze thuis kwamen in de werkplaats, wachtte Willem nog een extra verrassing. Kijk maar. Er stond een groot pak met een lint erom. Zeg, wat is dat nou? Hé, wat is dat nou, hè? Ik vermoed een present. Voor mij? Je bent toch jarig? En toen Willem het pak open had gemaakt, kwamen er allemaal zakjes bloemenzaad uit. Oh, kijk nou. Allemaal bloemenzaad. Met een briefie. Van alle dieren uit het dierenbos. Nou, dat is toch aardig. Dat doet mijn beverhart toch goed. Ja, zie je wel, druiloer. En zo werd de verjaardag van Willem Bever toch nog erg leuk. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.